Stichting Kinderboerderij of de Kinderboerderij De Papenhoeve is iets wat echt leeft in Papendrecht. De keuze van de speeltoestellen die is voorgelegd aan alle kinderen in Papendrecht tussen 2 en 8 jaar. En het heeft al meer dan 500 reacties opgeleverd. En wie Facebook kijkt, die ziet ook wel enthousiasme volop, hè? En ook heel positieve reacties. Nou, we zochten 3 tot 5 bestuursleden. En er dienden zich meer dan voldoende kandidaten aan. Zeer bekwaam en bevlogen. Dat zijn denk ik de sleutelwoorden voor dit bestuur, wat ik zo dadelijk aan u ga voorstellen. Errol Risacotta, de voorzitter. Goedemiddag. Monika van den Berg Offerijns, secretaris. Jan Hagendijk, penningmeester. Loes Groeneveld, algemeen bestuurslid. Klopt. En Allard Banga, algemeen bestuurslid. Ik zag een berichtje op Facebook dat ze een bestuurslid zochten voor de kinderboerderij op Papendrecht om de kinderboerderij te vernieuwen. Het sprak me eigenlijk gelijk aan. Het leek me superleuk om te helpen met dit proces. Eigenlijk nog geen idee wat me te wachten stond. Maar tot de dag van vandaag heb ik er nog geen spijt van. Ik heb een studie gedaan van 5 jaar voor dierenartsassistent, paraveterinair en diermanagement. En daaruit concludeer je waarschijnlijk ook dat ik een grote passie heb voor dieren. En ook met het werken van mensen en mensen met een beperking. Om hierdoor mijn passie te kunnen uiten. Ze noemden me hiervoor ook al de Benjamin van het hele stelletje. Nou, zou je me wel zo kunnen noemen. Uiteindelijk zijn alle bestuursleden even belangrijk, vind ik. Zonder dieren is er natuurlijk geen kinderboerderij. En het is toch wel een pre om te weten waar je mee bezig bent. En daarom vind ik het ook belangrijk dat ik mijn ervaring en mijn adviezen deel met het bestuur. We zijn voor nu nog heel erg aan het sudderen met waar wij allemaal goed aan doen. En dan bedoel ik niet alleen het bestuur, maar ook gewoon de kinderboerderij zelf. We hebben een basisplan. En vanuit daar hebben wij bekeken wat het beste is om mee aan de slag te gaan of misschien nog een beetje te kunnen veranderen. Maar dat is wat je net zei, misschien moet nog een keer. Thank you.